Okie dokie, Daily Challenge Tijd. Eens kijken wat het ons vandaag allemaal waagt te brengen. Dit is midden in een stad. Eens even kijken. Wacht ik al wel. Het is Engeland. Het ziet er ook uit als een vrij stevige stad. Als zijnde van... Ik heb het idee dat als ik dit zou in... Is het Londen? Ik denk dat het Londen gaat zijn. Dit moet bijna wel Londen zijn. Anders, waarom zou er anders A, van dit soort bussen rondrijden? Plus B, bussen met reclame van de Big Ben en van de dingen erop. Dat lijkt me heel sterk. Daarom. Oké, okay, dan is dit dus Londen. Waterloo. Waterloo is... Yeah. Frick, frick. Waar zit Waterloo? Waterloo Station is natuurlijk een vrij bekend... Maar ik weet niet in hoeverre dat ik... De mol... Ik weet dat Waterloo Station is sowieso een... Bond, Oxford, Piccadilly, Leicester... Ik probeer met name nou eventjes op de dingen te focussen, op de... Weet het? Op de stations. Want als deze naar Waterloo gaat, dan is het allicht logisch dat het er enigszins bij in de buurt zal zitten. Zou je denken, in eerste instantie. Paddington. Kan ik nog iets anders? Je zou denken dat dit ik heb het idee dat ik dit kijk, ik kan niet uitgaan. Oh kijk, dit is misschien Angel and Bank. Dit is Angel. Hallo? Dank je. Jezus, dat was echt gewoon... Hebben we Starbucks hier in de buurt? 2 kilometer uit de buurt. Holy shit. Dat zal ook wel een heel... Ja, nogmaals. Het was iets wat ik vond, dus... Ik ben blij dat ik in ieder geval gewoon maar... Kijk, en ook dit... Ik ben blij... Ik weet niet of dit een update is van Geocacher, maar ik ben blij dat we niet meer... Nogmaals, dit kan ook nog steeds makkelijk Brazilië of zo zijn hoor. Maar ik ben blij dat dit niet zomaar standaard alleen maar meer de afgelegen wegen zijn in Brazilië. Of de boerenvelden in... hoe heet het? In Amerika... Nee, dit is gewoon echt... Ik bedoel... Dit soort locaties kregen we gewoon niet. Laten we er heel eerlijk over zijn. Ja, weet je waar je dit kreeg? In een Diverse World. Daar kreeg je dit soort locaties bij. Nou, ik kan niet die kant op. Dan moet ik eerlijk zeggen, ik denk niet... Overigens echt niet dat dit Brazilië is, hoor. In eerste instantie wil ik zeggen dat dit Mexico is, maar ik denk niet dat dat gaat kloppen. Ik denk dat dit wellicht misschien meer centraler in Zuid-Amerika gaat liggen. Als zijn de... Bolivia, wat heb je dan nog meer in de buurt? Peru,
Ecuador denk ik niet, maar zeg maar hier in deze buurt. Ze leggen voorlopig in Brazilië of in Bolivia. Maar wie weet, misschien kom ik nog iets tegen wat mij overtuigt dat het niet in Bolivia is. Zoals die vlag, dat is de Peruaanse vlag. Ik ben blij dat ik mijn vlag in ieder geval een beetje ken. Anders was het toch wel een beetje lastig geworden daar. Zo van, En ik ken ze ook niet allemaal uit mijn hoofd. Zo laten we daar heel duidelijk over zijn. Ik heb ooit, voor mijn stream heb ik ooit een dingen gedaan met vlaggen herkennen, zeg maar. Dat je niet kunt bewegen en dat je alleen maar een vlag krijgt. Oké, je zou denken dat het dan... Want dit was ook al de naam die op de dingen stond, dus... als het tegen de bergen aan ligt... Ja, ik weet niet precies waar die bergen beginnen. Zou dat hier ergens zijn of zo? Oh. Nee, het was zelfs holy. Nee, dat had ik echt absoluut niet verwacht. Ik had eerder verwacht dat het zuidelijker zou liggen. Dan ben ik ook heel blij dat ik hem niet in dingen heb laten staan. In Bolivia. Nou was het ook al sowieso wel extreem dom geweest om hem in Bolivia te laten staan. Met het feit dat ik ontdekt had dat het Peru was. Dus ik moet dat niet per definitie zomaar 1, 2, 3 doen, zeg maar. Dit. Oh. Activity events. Wat zou dit zijn? I'm confused. Dan krijg ik gemixt signaal binnen waar dit zou kunnen zijn. Oh. Terug. Oh, nou, dat is niet zo heel ver. Philippines, zie je wel? Oké, nee, dan heb ik het wel. Dan waren mijn eerste gedachten wel goed. Godzijdank. Even kijken of eventueel, want ik denk dat dit... Botolan, Zambales. Wacht, laten we eerst eens even in het midden van dingen zetten. Dan gaan we even kijken of we... Botolan en Zambales even... Ik heb het idee dat... Cito dat... Ik denk dat Zambales dat dat dan de provincie of wellicht het eiland is. Botolan of andersom. En ik moet ook niet dat ding uit het oog verliezen. Het is sowieso een ding met een brug en water in de buurt. Dus dat moet ik ook wel even in de gaten houden. En ik weet ook niet of ik me nou... kapot zitten staan op dat Botolan of niet, voor niks. En net zoals bijvoorbeeld zou, als hier een brug tussen zou lopen, zou het heel goed daar kunnen zijn. We zullen het over een paar seconden weten. Als ik kan mazzel hebben dat ik het zo meteen een keer zie, dan... Daar heb ik mazzel. Nee, het was helemaal aan de andere kant van de Filipijnen. Ja, daar, Botolan. Zie je wel? Maar goed. Weet je, voor het feit dat ik dingen goed heb, heb ik nog best wel rechtelijk weinig punten gescoord. Dit...
Dit zou ook wel weer eens. Dit zou ook wel weer eens de Filipijnen kunnen zijn, eerlijk gezegd. Ja. De combinatie met Engels en hoe het er allemaal voor de rest uitziet. Zou dit inderdaad wel de Filipijnen weer kunnen zijn? Maar dan is wel de vraag waar in de Filipijnen natuurlijk. Waar ben je, Filipijnen? Daar. Ik zoek nog steeds wel een beetje voor bevestiging, maar met name van de combinatie van Engels met, nou, gewoon hoe het er voor de rest uitziet met natuur, gebouwen, et cetera. Het enige andere wat ik me kan bedenken is dat we in een, maar dat denk ik niet, dat we in een vrij toeristisch gedeelte van Indonesië zouden zitten. Maar ik denk het grote wat ik daar dan bij mis is wel echt. Er is te veel Engels dat dit niet weer de Filipijnen zou zijn. Dus ja, dit moet wel. Maar wat ik dus zei. Kan ik ondertussen mijn verhaal afmaken? Het is die bus weer. Het ding is gewoon. Ik heb tot nu toe heb ik alles gewoon goed gehad. Alleen. Nou, die eerste in Londen, dat was wel heel moeilijk om daar gewoon heel slecht te scoren. Zullen we daar eerlijk over zijn? Dat was echt wel heel moeilijk. Maar die andere, ik bedoel Peru en de vorige van de Filipijnen, dan zat ik gewoon echt wel goed on point. Maar omdat die landen zo groot zijn, ja, als je dan één keer mist. Nou, het is niet zo erg als met Rusland of met Brazilië of wat dan ook, weet je. Ik bedoel, het was nog redelijk en ik denk ook dat. Ik heb 2 keer een centraal punt gekozen. En had ik dat niet gedaan, dan denk ik dat ik alsnog meer punten verloren had. Zeg maar, want ik had allebei niet gegokt dat het daar zou zijn. Kijk, en deze is dan wel gewoon maar 12 kilometer van de dingen af. Terwijl ik die ook gewoon centraal wegzette, weet je. Dat. Dit is Zuid-Afrika. Nee. Dit is. Ik zal eens kijken of ik op die andere borden wel een herkenbare. Zo dit. Nee. Nee, dit is niet hier. Ik zit aan Botswana of aan dingen te denken, Zimbabwe. Pfalohurpa. Ik weet niet, hebben we Mozambique, zou dat kunnen? Je zou bijna denken van niet. Ik denk het niet, hè, want. Weet het? Dan heb ik hier wel een. Wacht even. Was dat niet? Nee. Ik zit nog voorlopig even hier weg. Staat hij daar ergens? Ik even. Wacht, misschien dat.
Ik hoop stiekem gewoon dat ik op een of andere manier... Oké. Maar als dit ding er niet is... Als dit wel Zuid-Afrika is, maar wacht... Stond dat er niet op? Weet je wat het is? Alles zoals het eruit ziet, ziet eruit als Zuid-Afrika. Behalve de namen. Maar ik heb hier Guyana, dus dat klopt wel gewoon. Dit is een... Waar is de rest dan, joh? Dit moet echt een kruising ergens zijn. Maar daarom had ik ook al zoiets van... Alles ziet eruit zoals Zuid-Afrika. Daar ben ik gewoon heel eerlijk in. De wegen, de borden, het is alweer klaar. De wegen, de borden, de natuur, et cetera. We hebben al een keer, dat was met die diamanten. Volgens mij zaten we toen in Zimbabwe, denk ik. En ook een keer Botswana gehad, maar dat is... Dan zag het er heel anders uit. Heel anders. Maar goed. Toch nog gewoon 21.000. Met dank aan Londen waarschijnlijk. Nou, de punten zijn nog niet zo extreem hoog. Voor het feit dat er zoveel mensen al gedaan hebben. 21, 7, 6. Dat was ik 29ste geworden. Dat was een leuke ronde. Ik bedoel... Twee keer de Filipijnen. Gewoon, en ook duidelijk de Filipijnen. Peru was wat lastiger. Maar goed, ik heb de vlag gezien. En er zal vast wel iets anders gezien zijn. Londen was heel duidelijk. Deze was het minst duidelijk. Maar dan had je wel de namen. En je omgeving. En dan moet je toch gewoon... Soms moet je toch op je gevoel afgaan. Heb ik het idee bij dat soort zaken. Maar goed. Dat was hem voor deze keer. En dan zeg ik tot morgen.